Ja mensen van Kolenpapa, welkom bij een nieuwe aflevering van de GTA Freerun. Ik zag dit voordat ik ga beginnen. What the hell? Ik sta hier de intro te doen. Of ik wilde net de intro gaan doen. Ik wilde net gaan bedenken wat ik wilde gaan zeggen. Komt deze vrouw? Komt te denken? What the hell? Ik ga eens even liggen hier op kutwijf. What the hell? Is dat niet Amanda? Die vrouw van Michael? Of is het iemand anders? We gaan er nu achter komen. Het is. Ik heb geen idee. Ik ga nou eens omdraaien. Je verneukt het. Je kan echt niks. Je kan niet eens dood liggen. Wow, ze keek wel heel verbaasd. En nou is goed liggen. Dat is niet Amanda. Ik stond daar. Je moet even voorstellen. Ik dacht van. Oké, klaarmaken voor mijn eerste zin voor de GTA Freerun. En ik kon er in één keer random een auto langs rijden terwijl het gewoon een fucking natuurreservaat is. What the actual neuk. Helemaal van mijn padje af. En die auto ligt nou hier op de boeien. Niet dat die boeien zo diep is, maar het ligt wel als het goed is. Even kijken. Duiken, boer Herman. Hallo? Oh, die auto zag ik despawned, joh. Dat gaat snel. Nou zeg. Oké, in ieder geval. Ik ga even de intro doen die ik wilde doen. Ik hoorde echt zo dik bij een microfoontje van... Hey, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Freerun. Zit super dik bij de microfoon. Maar daar heb ik tijd voor. En toen wou ik zeggen van... Ja, ik heb Boer Herman gepakt. Want ja, ik krijg zoveel reacties met van... Oh, pak Boer Herman. Dus ja, wie ben ik dan om Boer Herman niet te kiezen? Nou, ik ben Jos, hallo. Ik ben keigoed. Omdat er keien op de grond liggen. Op de grond. Maar goed, GTA Freerun is natuurlijk de GTA-serie waarin jullie comments kunnen achterlaten. Die print ik vervolgens uit met mijn printer. Ja, waar dacht je anders dat ik het mee zou uitprinten met een niet-machine? Nee, tuurlijk niet. En die stop ik in deze groene, groen-rode pet. Ik kreeg een vraag van, is die pet groen? Op de vorige video. Ja. En nee, hij is onzichtbaar trouwens, hij is niet groen, hij is gewoon... Geen kleur, hij is gewoon onzichtbaar. Ik heb weer twee leuke comments uit de pet gehaald. En ik weet nu al de naam niet meer. Want de vorige aflevering had ik alles voorgelezen wat erin zat. En toen zat er iemand met een hele moeilijke naam bij. En die had onder de video gereageerd hoe je het moest uitspreken. Maar ik ben het nu weer vergeten. Dus ik ga het gewoon doen. Emily Bridi. Ik weet het niet. Het spijt me. Spring uit een helikopter en probeer in een zwembad te landen. Met Boer Herman. Ja, dat Boer Herman heb ik zelf erbij verzonnen, maar... Dit is een comment van Emily. Ben je een jongen of een meisje? Want... Dat is een hele mooie naam in ieder geval. En ik heb nog een comment. Maar... Dat is de tweede opdracht van vandaag. Dus ik ga eerst met een helikopter in zwembaden plonsen. Met Boertje Herman, want die... kan dat. Alvast pardon. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het boer Herman, snap je, boer? Oh, goeie mapjes. Goeie mapen. Ik start ook echt op deze locatie, omdat ik dacht van... Welke locatie ben ik nog nooit heel vaak geweest? Nou, ik denk dat ik helemaal even pas 3 keer hier ben geweest in GTA. En ik speel al best lang GTA, dus dat is apart. Ik heb een helikopter in mijn snelmenu. Sneltoetsmenu. En dat spant gewoon hier. Ik bedoel, ja, als er auto's kunnen spannen naast het meertje, dan kan de helikopter hier ook. Wat wil je nog meer? Super goeie grapjes met Jos. Oh ja, ik neem het ook s'avonds op. Normaal gesproken neem ik de laatste half jaar eigenlijk s'avonds niet meer op. En mijn camera die verneukt de kleuren van mijn beeld trouwens. Maar normaal gesproken neem ik bijna niet meer op s'avonds na 10 uur, omdat... buren kleine kindjes hebben. Ja, ze zijn polsen, ze verstaan me toch niet, maar... Weet je, als ik een keer schreeuw of zo, dan zouden ze wakker kunnen worden in principe. Ze hebben er zelf niet om gevraagd, maar ik ben zo'n attente jongeman die dan denkt van, ja... Als ik dan s'avonds gewoon niet opneem, dan stoor ik ook niemand, weet je wel. Maar nu dacht ik zo van, ja... Wat is er nou belangrijker? De slaap... de nachtrust van een Poolse baby? Of een GTA Freerun die af moet voor zaterdag? Ja, dan weet je het al natuurlijk, die Freerun. Dus toen dacht ik van, ja, fuck it. Oké, uit de helikopter springen in een zwembad. Dan moet ik natuurlijk wel ergens bij een zwembad die een beetje groot is. Niet echt, vlieg ik echt boven het kleinste zwembad van heel deze wijk.
Ik weet niet of ik een parachute heb. Heb ik niet. De zee wordt ontzettend geinig. Boer Herman. Oh nee. Waar ga ik nu op af? Ik ga op de kleine af. Oh, mis. Ik ga het 3 keer proberen. Dat is mijn doel. Oh. Oh. Waar is die ontploft? Ik heb het niet gezien. Moet ik natuurlijk even een locatie opzoeken waar die helikopter natuurlijk weer kan spionen. Wow. Dit is zo'n kleine gang. Die heb ik niet meer gezien sinds vannacht. Toen ik je moeder op bezoek kwam. Oh, shit. Wat? Onzichtbare steen aan lucht. Wat de hel is dit? Wat? Ik weet het ook niet. Is in één keer zo van... Laat ik hier maar gewoon een hop mijn gras neerplerren. Flats. En dan... missen. What the fuck. Het spel is helemaal kapot, jongen. Is die auto... met die nep Amanda en dan in één keer vliegend gras. Dit zijn echt, jongen, als je dit zo... als droge feiten zo oplezen, zou je echt denken van... wow. Dit zou echt een slechte trip zijn, gewoon. Maar dat is het niet, ja. In principe zijn al mijn video's een slechte trip. Maar ja, zo is het nou eenmaal. En het is niet meer aan te passen. Zal ik ondertussen even wel vertellen, want ik... kreeg dus vragen over GTA First Person Story, omdat ik die serie gestopt ben, zeg maar. Toen zeiden mensen van, oh nee, mijn favoriete serie is gestopt. En dat soort dingen. En toen zei ik van, ja... komt natuurlijk wel gewoon weer eens leukers voor in de plaats. En wat dat leuke is wat voor in de plaats komt. Dat. Of in ieder geval, ik weet het nog niet zeker. Maar ik was van plan om GTA Online montages weer te gaan doen. Dat heb ik vroeger gedaan, maar dan kan ik nu natuurlijk veel beter. Oh, wordt dit een schot in de raus? Wat? Oh nee! Fucking 2 centimeter! Oh, kom op! Die verzin je toch niet. Echt 2 centimeter ernaast. En die man heeft al zo'n dikke pens. Kan hij er nog niet in landen. Oh, kijk dat ik tenminste iemand met mijn helikopter heb vermoord. Dat zou wel grappig zijn. Ja, dus ik wil GTA Online dingetjes gaan doen. Maar wat ik in de vorige GTA week ook gedaan heb, is Jos vs Kevin. Als je die niet gezien hebt, zoek het op. Jos vs Kevin. En dan die van... dit jaar, volgens mij. Ja, die van 2016. Niet die van 2015, want ik heb vorig jaar ook al een keer die serie gedaan. Ik heb overigens niemand vermoord, maar goed. Zoek Jos vs Kevin op. Er zijn 3 video's. En ik denk dat heel veel mensen het wel gezien hebben, maar vast niet iedereen. Dus daarom zeg ik het nog maar een keer. Zulke dingen wil ik dan gaan doen tegen Kevin of met Kevin en dan Online Funny Moments. Ik heb een Online Funny Moments serie waar ik pas 2 afleveringen van heb. We hebben er meer opgenomen, maar dat is echt fucking heel veel werk. En moet ik op een andere computer gaan editen. Pardon. En die computer is kut, dus dan komen er zo weinig afleveringen van. Ik heb best veel materiaal liggen nog van Funny Moments, maar dat is dan een andere serie die ik ga doen. Dus je moet eigenlijk even de Jos vs. Kevins kijken van 2016. Kijk even naar de datum, oké? Okay? Want die zijn echt wel heel goed. Er zat ook al heel veel tijd in. Dus ik moet wel iets minder lange video's maken. Of iets minder gecompliceerde edits maken. Want, oh, dat moet sowieso wel. Want Kevin heeft een Elgato, maar die werkt niet meer. Dus ik kan sowieso zijn beeld dan niet gebruiken. Dat kost natuurlijk extra editwerk als ik zijn beeld er ook in ga verwerken. Maar dat kan voorlopig niet, want zijn Elgato is stuk. En dat gaat het natuurlijk niet. Ik ga er weer af springen. Dit wordt apart. Dit wordt apart. Nee, dat wordt het niet. Ah, recht op mijn GTA Online huisje. Hier woon ik in GTA Online. Oh ja. Kom van dat dak af. Ik waarschuw niet meer. Dat is ook echt precies het nummer wat we zingen in zo'n Jos vs Kevin. Dat is wel grappig. Wow, holy shit. It caught me by surprise. Yes, yes. Ik wil een auto nu. Die kan ik gewoon ook inspannen. Maar... stelen is leuker. Nee, ik ga toch geen inspannen. Dus ja, zoiets wil ik dan gaan doen. Je moet het maar even kijken na deze video. En ja. Ik wil in de comments vragen. Ik wil best vragen van, vinden jullie dat leuk als ik dat ga doen? Maar de comments
bestaan dan toch 90% van... Ja, Jos, wat moet je gaan doen? Dus ik vraag het niet, want ik weet toch wel dat jullie het leuk vinden. Maar ik weet alleen niet wanneer ik ermee begin. Dus dan ga ik ook niet zeggen, want ik moet die parodie ook nog afmaken. Dat weten jullie onderhand ook allemaal. Blijf het zeggen. Zodat jullie het niet vergeten. Zodat ik zelf ook niet vergeet. Hey! Oh, ik moet natuurlijk even de volgende comment doen. Dus ik weet nog niet wanneer. Maar goed. Voor de comment, Martin van der Laan. Ga volgens de verkeersregels rijden. Ga volgens de verkeersregels rijden. Nou, kijk hoeveel seconden ik dit uithoud. Maar ik wil even op een snelweg of zo en dan proberen naar het strand te rijden of zo. Dat is wel grappig. Want het is best gedetailleerd, dit spel. Zo gedetailleerd dat al die wegaanwijzigingen gewoon kloppen. Dat is toch knap, want je legt gewoon een heel nieuw wegennet aan. In GTA, want ze kunnen niet één op één kopiëren van Los Angeles natuurlijk. Wat de hel doe jij nou weer? Wat? Deze mensen in deze stad? Die gaan crashen. Ja hoor, gecrashed. Dikke crashes. Autorijden gaat fout. Mevrouw op de snelweg gaat fout. Ik weet het niet. Het is allemaal leuke ideetjes voor de titels. Maar ik ga wel zeer binnenkort beginnen met een nieuwe Formule 1 serie. Dat is Jos vs Mitch. Dat wordt ook geëdit. En ja, dat is echt heel leuk. Ook als je niet van Formule 1 houdt, dan wordt het echt wel leuk. Ik heb als het goed is staat de trailer al online. Als het niet goed is, dan komt die later dit weekend online. Je moet even kijken naar de uploaddata van deze video. Als je wil weten waar ik het over heb. Of over welke datum ik het heb. Als je het volgend weekend kijkt, volgende week, dan staat die er natuurlijk al een week op. Dus je moet even goed kijken welke datum is vandaag. 21 mei. Ik hou me nou al niet aan de verkeersregel. Dat gaat helemaal verkeerd. Zo. Oké. Okay. Oh, rood stoplicht. Ja. Dus zal ik het even duidelijk uitleggen? Als het goed is, staat die al online. En als het niet goed is, is de upload. Of de export niet goed gegaan. En dan komt die later dit weekend. Maar als jij dus een week later kijkt dan dat ik dit upload, dan is dit weekend, niet het weekend, wat ik bedoel. Dus ja, dan moet je even kijken wat er allemaal staat. Maar dit is echt fucking gruwelijk, jongen. Die trailer zelf al is echt gruwelijk. Hou ik me nou aan de verkeersregels? Volgens mij wel. Mag ik daar mensen toch gewoon inhalen? Ga dan nou. Rijd door. Doorrijden. Er staat niet in de verkeersregels dat ik niet andere mensen neer mag schieten, toch? Wow, hij rijdt al rood. Hij lapt de regels aan zijn laars. Nu moet ik wel kijken dat hij laars aan heeft. Oh, fuck de regels. Fuck de regels. Je moet kijken dat hij laars aan heeft. Dat is veel belangrijker. Motorrijder is nog belangrijker. Recto fight. Dat is een vrouwke. Alweer. Waarom? Er zijn allemaal vrouwen die echt de regels aan de laars lappen en shit. Die eerste in de intro was een vrouw. Net op de snelweg. Het was een vrouwenauto. Dus er zal vast wel een vrouw in hebben gezeten. Dit. Weer een vrouw. Kreeg gewoon de rood. Nou, dat is toch belachelijk. Komt u even uit uw voertuig? Ik moet even kijken of u laarzen aan heeft. Oh nee, ze lapte alle regels aan naar sportschoenen. Dat is nog veel erger. Ga weg, man. Oh ja, gaat nergens naartoe, want je bent dood. Rip, mevrouwtje. Get ripped. Weffie. Zo. Ja, ik kan me natuurlijk wel aan de verkeersregels aanhouden. Maar ja. Dat is alleen maar leuk aan 24 uur livestreams. Dat heb ik een keer in de 24 uur livestream gedaan, een paar jaar geleden. Dat was het tot zover. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken, druk je duim ook. Later!